Wie heeft daar zoveel kiespijn? Hallo, ik ben Richarda. Ik krijg de hele tijd papa, papa, papa door. Transfigurant medium. Mijn hemel. We gaan vandaag kijken wat we doorkrijgen vanuit de geestenwereld. Oh mijn god, ik weet niet wie ze is. Ze is een vrouw, maar ik vind meer een man in haar als een vrouw. Oh, heeft ze hooikoorts? Temperamentvol. Drugs, blowen. Heeft zij het vaak benoemd? Denk je dat zij veel bloot? Of alcohol nuttigt, maar dan in haar vrije tijd om te ontspannen. Zij is een dame, een man. Zij kan zich transformeren, eigenlijk naar wat ze wil. Ze moest leren leven met een lach en de waarheid van een leugen doen onderscheiden. Kiespijn. Oei. Ze verbijt zich vaak. En er is een oma die bij haar is, maar ook een opa. En er is ook iets met diabetes. En als je haar een advies mocht geven voor de toekomst? Bescherm jezelf beter af. Want ze heeft ook veel mensen gekwetst. Ik zou niet weten wie het is. Oké. Okay. Wel een Amsterdammer. Ik zou niet weten. Johnny Hoes, weet ik het. Ik zou echt niet weten wie het is. Deze persoon is niet te vertrouwen. Jij gaat ook meteen opstaan. Ja, want ik wil gehoord worden. Ik wil gezien worden. Ik ben hem. Zoals hij nu staat, zoals hij ook kan dirigeren, ook met zijn handen. Hij neemt altijd een houding zo meer aan. Wat ik doorkrijg. Dat ik mijn wet door moet drukken. Mijn wilskracht. Ik houd dingen achter de hand. Informatie bijvoorbeeld. Juist. Ik kijk vaak in de papieren en daar moet naar gehandeld worden. Heeft hij iets met woorden, met de regering of wat dan ook te maken? Hij is de burgemeester van Amsterdam. Met de regering. Ja. Dus dat hij dat dingen uit moet leggen. Ik ken hem persoonlijk niet. Zou je op hem stemmen? Nee. Waarom niet? Hij is voor mij te softie. Heb je advies voor hem, voor de toekomst? Laat los. En accepteer. Je kan niet meer als je best doen. Dank je. Ja, ik wil daar zijn. Mm-hmm. Maar ik ben er wat dikker. Stotteren. Een oom of een opa. Dingen in zwart-wit. Ik ga liever stappen dan dat ik thuis zit, want als ik thuis zit word ik gek van mezelf. Ik weet van niks, maar ik krijg het wel weer door mijn neus heen van dat hij niet helemaal clean is. En wat voor beroep heeft zij? Mensen voor de gek houden. Ik vind dat ze veel op de vader lijkt. Heeft ze een kind? Weet ik niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Want ik voel een kind bij haar de hele tijd. Heeft zij een miskraam gehad? Ik denk het niet. Ze zeggen je niet altijd alles. Maar het is dus eigenlijk een man, hè? Ik krijg steeds de vader er doorheen. Oh. Ja, de gelijkenis met de vader. Wat voor advies zou je haar of hem willen geven? Accepteren wie je bent. En niet blijven hangen. In de kroeg? In de geest. Oh.